De stille tocht in Ude voor de doodgestoken ossenaar Juri Edelijn heeft zondagavond veel deelnemers getrokken. Er liepen meer dan 400 mensen mee. De stille tocht startte om 7 uur aan de nieuwe markt en eindigde drie kwartier later op de markt waar Edelijn vorig weekend werd neergestoken. Daar werden bloemen neergelegd. Vooraan in de tocht liepen leden van de scoutinggroep Dr. Saal van Zwanenberg, waar hij leider was. Initiatiefnemers voor de tocht waren Paul André en Pablo Slenders uit Ude. Via een Facebookpagina hadden ze mensen opgeroepen mee te doen. De bedoeling was om te laten zien dat de steekpartij in Ude veel heeft losgemaakt. Ook wilden ze Jury Edelijn op een waardige manier herdenken.